Oh, wajo! Wajo! Ja! Wow! Hij ligt gewoon in het vak! Wajo, hey, flik op! Ja, gooi 3-5. Dit is niet normaal hoor, wat hij doet. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. Nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. Ja, sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb heerlijk geslapen. Maren en ik zijn wakker. Het ontbijt staat hier helemaal klaar op tafel. Alleen nog eventjes de rest wakker maken. Kom je ontbijten? Ja. Ja? Ja, maar ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom je ontbijten? Yes. Ja. Nice. Die Noël, die schrikt zich ook weer helemaal de pleuris. Oh. Oh, croissantjes. Lekker hoor, dames en heren. Heerlijk. Echt zin in ontbijt. Oh my god, wij zijn niet de enigen die aan het ontbijt zijn. Zie je dat? De vogelbolletjes. Ho. Waar hangen de vogelbolletjes? De kerstman. De vogelbolletjes, zie je dat niet? Die vogeltjes daar. Er zit een vogeltje op. Oké, ik ga even de zoomlens pakken. Want die vogeltjes zitten serieus... hij vliegt net weg. Maar ze komen wel weer terug. Ik pak in ieder geval even de zoomlens. Hier, kijk dan. Zien jullie het? En de vogel die erop zit is niet de enige. Daar rechts is ook eentje. Volgens mij is dat een rood bosje. Ja, hij vliegt weer weg. Hop. En kijk, daar rechts, in het midden. Er zit iemand. Rood bosje. Oh, die vliegt weg. Oh. Ja, verdomme. Je hebt mijn chondeer gejat. Er staat er nog een. Hè? Vind je dat normaal of zo? Ja. Dat is mijn chondeer, hè? Doet me pijn hoor, om dit te zien. Ik onthoud je gezicht, hè? Oké, is goed. Ja, nee, echt, ik onthoud dat. Vanavond, als het donker is. Oh. Pak het door de kraag. Nee, grapje. Vragen. Je mag het vragen. Mijn schoondochter is gigantisch jaloers dat jullie zijn. Ik zijn eigenlijk geen vragen. Even een fotootje maken. Mag ik dan de honden filmen? Ja, met de honden. Ja, hey, zijn we weer. Hallo. Jongen, dit zijn honden, jongen, niet normaal. Ongelooflijk. Het zijn echt twee beauties. Hoe heet ze eigenlijk? Capo en Prada. Capo en Prada. Hey, Gucci Louis Prada. Hey, hallo. Hallo, ja, jij bent ook een mooie. Ja, jij bent ook een mooie. Mag niet, dat staat verboden op schoenen met schoenen. Mag niet met schoenen, mag niet met schoenen. Thuis is wel zo iemand die zegt, hey Noël, ga eens even springen. En dan meteen zegt, mag niet, staat erop met schoenen, mag niet met schoenen. Vieze slits, jongen. Ik heb hier in ieder geval golfballetjes. We gaan even naar de receptie toe. En dan gaan we even sticks halen. En het is niet midget golf, het is ook niet golf. Maar het is, even kijken hoe dat hierop staat. Het heet pitch and put. Nou, dat gaan we dus doen. We gaan hier even de sticks ophalen. Zo, ik krijg een hele caddy mee, joh. Krijgen we jou erbij? Krijgen wij erbij? Ja, ik moet zeggen, één vriend in een vriendengroep die zo lang is, is wel altijd handig, hè? Zo'n blessing, hè? Daarom is je erbij, joh. Ik ben altijd te lul, dus dat is wel handig. Ja, als we een keer moeten gluren bij de buren, dan kan je net over dat schuttingje kijken. Dat hebben we gemerkt. Dat was echt een goede lach. Voor mij? Ja, ja, dat was echt een goede lach. Perfect. Daar ga ik echt lekker op. Ik ook een vriendje, was ik helemaal geen lach voor mij. Ik weet kijk helemaal niet meer om ik lachte. Ja, maar soms verbaas je over dat ik gewoon nog wel grappig ben, hè? Yeah. My man. Oké, ik ben benieuwd wie dit spelletje gaat winnen. Ik heb gisteravond alle spelletjes verloren. Maar het belangrijkste, en dat is een boodschap die ik heb meegekregen van mijn oma. En mijn oma zegt dat waarschijnlijk omdat ze niet altijd wint. Die zegt meedoen is belangrijker dan winnen. Ah, daar zit wel een beetje waarheid in. Beetje. We hebben verschillende clubs. Damien heeft nu de putter vast. En we hebben hier de P van... Plezier maken. Plezier maken. Of een poeiert. Oh ja. Poeiert. Poeiert. Poeier. Ja? Ik denk dat Noël heel mooi even kan laten zien ik hoe het moet. Ik heb jouw namen opgeschreven, jij moet als eerst.
Ik ga laten zien hoe het moet. En ik ga filmen. Hebben we extra ballen meegekregen? Want ik heb zo'n gevoel dat er wel ballen gaan sneuvelen namelijk. Ja. Voor die mensen ook even waarschuwen achter. Ja, weet je wat je moet zeggen? Als je slaat en die bal gaat omhoog en je ziet dat hij naar iemand toe gaat. Of hij gaat buiten de baan. Voor. Voor. Voor! Ja, ze bukt al. Kom op Enzo, come on hè. Eerste slag van de dag. Wat doen we als hij in het water belandt? Ja. Moet je hem eruit halen. Ja. Zo, wel een tijdje geleden dit. Maar de kunst is om niet te hard te slaan. Ja, niet met te veel kracht. Oei, joh. Ik doe geen golf. Zo. Ja, die was best lekker. Ik weet niet of ik het nog ga vinden. Maar, is na het honk. Is over het honk heen. Ik zei, de kunst is om geen eens hard te slaan. Ja. En hij komt echt moken ver. Nou, hoe is het nek? Noël. Dank u. Dit is echt typisch Noël, jongen. Het is ongelofelijk hoe onhandig deze guy is. Oké, let op. Gaat ie. Ja, die was mooi, hoor. Dat gras een beetje raken, zo. Ja. Oh, die is mooi. Zo. Kijk. Die is knijters mooi. Lekker. Damien, hou rekening met je lengte. Sorry naar alle golfers. Oh. In het water, of niet? Ja, een beetje wel. Zal ik het even laten zien hoe je het moet doen? Doe er maar even. Je hebt ook mooie handschoenen. Zo, we hebben genoeg ballen inderdaad. Ja, dat is echt heel veel. Nou, Noël en Damien, wat bij jullie misging is de houding. Wat je in principe doet, hè? Nee, een bike die knietje een beetje. En zorg dat je gewoon lekker flexibel bent. Een beetje schuins aan voor de wind. Tesla. Here we go. Hij is serieus, hij maakt ineens een grap. Ja, daarom. Ik dacht, waarom slaat nu wel een drie keer mis, maar het is echt moeilijk. Oké, Marvin, laat even zien hoe het moet. Kom op, Marvin, we hebben wel eens geoefend op de golfbaan. Ja, dat is lang geleden alweer. Oh, dat ging echt hard. Niet te hard, niet te hard. Ik moet altijd even weer aan die hoogte. Zo. Beetje te ver. Je slaat snel te hard, maar Thijs moet nog een keer. Die van hem, die ligt in de sloot. Ja, die ligt gewoon hier. Hij ligt gewoon daar? Oké, ja, dan kan het. Nou, nemen we de tas mee, gaan we weer verder. Het. Oh. Snel weg hier. Gast. Ja, ik meen hè. Oh. Ja! Nee, Thijs, leg maar hier neer, ja? Nee, maar ik heb hem net geslagen. Ja, maar je moet nog een keer, want je bent het vers weg. Dus leg hem maar hier neer, oké? Wat gebeurt hier allemaal? Oh. Kom op. Oh, joh, wacht even. Even wat naar achter. Wie is aan de beurt? Kom op, Damien. Laten we zien hoe het moet dan, hè? Je mag hem uit het water halen, je mag hem wel daarvoor leggen. Kijk, die van Damien lag daar precies in het water. Nou, over het heuveltje heen. Oh. Je raakte hem wel. Ja, je raakte hem wel. Ja! Wow, die is knijtershard. Ik denk in de volgende sloot. Van pleuris hard, oké? Pleuris hard? Ja. Maar ik zou dat zo cool doen, dat hij er zo uitspringt. Maar laat het maar zitten. Ja, nou die. Nou wel, wat wij aan doen. Het is niet echt sportief dit, nee. Nee, mijn bal uit de broek te werken. Wat maar hier, wacht. Ik ben jouw coach. Kom, Thijs, gebruik deze. Dat is een putter. Maar dat kan wel, want het is helemaal niet zo heel ver meer. Oh, kijk, nu voel ik hem. Nee, Thijs, mag ik je een tip geven? Wat jij doet, zeg maar, ja, maar, is je hebt hem zo vast. Maar zoals je ziet, dit is een rechte lijn. Dus je moet zo. Dus je moet zo gaan slaan en niet zo gaan slaan. Snap je? Ik hoop dat met deze tips dat het iets beter gaat. Waar goeie. Hou hem goed recht en geef hem een tik. Ja, de goede beweging. Ja. Goede beweging. Nu nog iets lager. Juist. Ja, die is prima. Come on. Komt goed, bro. Komt goed. I got your back. Thank you, bro. I love you, man. Hier is de vlag, zoals jullie zien. En daar ligt mijn bal. Dat is best wel ver weg. Oké, daar komt hij hoor, mensen. Opletten. En anders schreeuw ik voor. Dat is prima. Ja, dat is gewoon prima. Zal ik meteen nog een keer gaan? Oh, nee. Hoppa.
Kijk. Nou, dat ging best Hoppa. Lekker. In 3 keer. Soepeltjes. Daar gaat Maimo. Je hebt alle ruimte, maar ik zou echt niet te hard, want je ziet hoe snel je te hard slaat. Ja, zoiets, hè? Ja, zoiets. Oh! Oei, afremmen. Oh, volgens mij is hij net de sloot in. Nou, daar gaat Damien. Ja, oh. Nou, leg hem over de bosjes heen. Dit was eigenlijk sowieso onbegonnen werk. Maar ik denk, ik wil toch even zien hoe hij het gaat proberen. Ik ook, en nou, het was leuk. Ja. Kom, Dam. Oh, netjes. Ballen. Nou, voor wie is die? Van Thijs? Hey, maatje, denk aan de tips, hè. Bovenlichaam, step. Ja, een putter aan een putter. Nee, serieus, krijg je hem niet los. Hou hem recht, niet schuin, maar hou hem recht, hè. Dus echt, hou die stick onder je, zo, oké? Okay? Ja, dat is beter. Niet te hard, hè? Je bent dichtbij. Oh, netjes. Hij ligt nog net binnen de lijn. Wil je niet met de putter? Dus je bent wel binnen die lijn, hè? Kijk, dat komt beter met een putter. Nee, maar ik doe nooit met een putter. Maar een echte schutter schiet soms ook rustig met de putter. Ken je die uitspraak? Kijk, dat bedoel ik. Oh, dat bedoel ik. Nou, daar gaat hij. De eerste. Yay! Niet te hard. Keurig. Nou, nu met het puttertje. Je staat nog maar op nummer 3. Dit wordt 4. Oh, netjes hoor. Nou, voor de 5. Hoppakee. Oké, het is dus zo dat Maimo net heeft gelezen. Per hol mag je maar 7 slagen erover doen. Als je 7 slagen hebt, dan heb je eigenlijk 8 punten. Of tenminste, als je hem in 7 in hebt, heb je 7. Maar heb je meer dan 7 slagen, dan heb je 8 punten. Dus jij hebt het lekker gedaan met je 5. Ja, heerlijk. Ik ga nu voor de 4. Bijna de 4. Nou, hoort hem. Hoppa, ook 5. Lekker hoor. Oh ja, daar heb je deze voor, hè? Kan je deze ja, voor? Precies. Kan je hem eruit halen. Nou. Perfect. Ja, eigenlijk hoort bij die vlag hoort dan iets mee omhoog. Ja. En als hij dan eenmaal daar ligt, dan kan je hem zo meetillen. Ja. Oei! Hey. Oh, je had hem wel. Damien. Nou, Damien, ja. Windkrachtassistent. Ja. Ja? Dat is goed. Oeh. Moet erin, hè. Oh. Ja, punten. Helaas. Ja, kan hem in leven. Hey, zelf als ik, man, dus dan is het ook niet heel slecht. Hij heeft zelf als ik. Oké, we gaan een 2, dames en heren. Let's go. Kom op, Ben Noël. Gaan we doen. Strijd. Ja. Zelf. Nou, als ik net zo sla als net, dan komt hij aardig in de buurt, denk ik. Ja. Oh, die gaat wel langs weer. Die al te hard. Ja, die is al te hard, hè. Maar die is wel netjes. Ja, dat is wel netjes. Maar ik zie aan jou, je bent golf gewend. Ik zag het al gelijk. Oké, nou dan Noël. Ja. Oh, dit is toch knap. Ja, de tweede. Oh, die was beter. Die is wel recht. Ja, die is beter. Dat is Damien. Kom op, Damien. Ik zie het al, hier staat XL op. Nou, let's go dan. Hij heeft de Sweet Girl Club gewonnen. Een beetje door de kindjes buigen. En dan zo dat je alleen je bovenlichaam beweegt. Dus niet zo helemaal zwaaien zoals je net deed. Maar gewoon alleen je bovenlichaam. Kijk, jouw heupen staat zeg maar een beetje. Je zakt een beetje, ja. En je draait alleen maar je bovenkant. Ja. Let's go! Zo! Het is wel dezelfde techniek. Zelfs techniek, ja. Nou, maar we nog. Hey, hier staat dat floater. Deze drijft dus. Ja, ik denk dat alle ballen drijven. Echt? Ja. Ik dacht dat ze al goed zonken. Ja, dat is volgens mij meestal ook zo. Maar goed opgemerkt. Wow! Daar ging bijna de wow! We moeten achter Myron staan de volgende keer, want bijna je schenen eraan. Oh! Wow, yo! Trickshot! Via de boom! Wow, die was nice! Ja, die was echt nice. Ik wilde zeggen van, deze is echt niet goed. En toen ineens... Ik zei nog, ik ga daar niet staan. Myron schuift even die tas opzij. En gewoon onder Damien door. Oh, hoppakee. Lekker hoor. Hoppa. Kom op, niet te hard. Oh, dat was dus veel te hard. Zo, dat is niet verkeerd. Hoi. Hoi. Hey, nee, die zit er niet in. Stop je hem
omhoog halen, stop je omhoog. Ja! Oké, okay, hier is de vlag en daar is mijn eerste slag. Dus laten we hopen dat we met 3 gewoon hem erin kunnen krijgen. Okay. Ja, is prima. Kan wel een 3'tje worden. Een 4'tje dan? Een 4'tje. Ook goed. Hoppa, kijk. 4'tje, volgende. Niet te hard deze keer. Achter mij. Wow. In het water. Voor de eerste keer, dat wel. Oh, voor de eerste keer had ik hem, water. Ik had hem te laag. Hij moest meer omhoog gaan. Ja, echt gechipt. Nou, volgende. Oh. Ook in het water. Eén iemand gaat hem overeen slaan. Ja, ik hoop het. Ik hoop dat jij er bent, Thijsie. En ik denk zelf dat Damien is. Oké. Okay. Zo! Wow, yo! Wat een balletje. Die was perfect. Die had gelijk, hè? Oh, deze was crazy, ja. Man. Deze is echt perfect. Lekker, waardoor hij echt goed dat hij gewoon mooi ging. De lucht in ging. Ja, perfect dit. Kom op, maatje. Ja, ja hoor. Hey, hoppa. Hoppa, eroverheen, hè. Kracht gezet, lekker. Ja, op het heuveltje, perfect. Maar wel heeft mij hele goede tips gegeven, serieus. Ik heb nu wel meer het gevoel dat ik weet wat ik aan doe. Oké, en ik jou niet, of? Jij nog meer dan wel. Jij bent natuurlijk mijn beste vriend. Dus, dankjewel, nog bedankt. Oké, kom op, Myron. Zo, dat is niet verkeerd hoor. Komt ie voor slag nummer 2. Hoppakee. Die landt bij. Die was echt goed. Perfect. Dat kan 3 zijn. Heerlijk, kom maar maatje. Let hem op Thijs. Hey, let hem op Thijs. Zet hem op Thijs. Zet hem op. Zet hem op Thijs. Hey. Thijsie. Zo. Lekker Thijs. Know what to do now, man. Hij voelt zichzelf zeker dat hij begint de Engels te praten. Oh. Jeetje, hoe kan dat toch? Die eerste zo lekker slaan en dan het zo vet. Hier is de vlag zoals jullie zien. En Myron die heeft de eerste slag serieus hier gedaan. Echt super knap. Je gaat hem meteen afmaken, hè? Puur toeval, hoor. Nee, het is gewoon talent. Iemand moet toch een keertje een 2'tje of een 3'tje slaan vandaag. Oh, jeetje. Maar hij gaat weer een beetje terugrollen. Ja. Nou, hij zal weer hier, wind mee. Hij gaat een beetje zo. Nou, je ziet waar de wind vandaan komt aan de vlag. Kom op, de 4. De 5 dan. Hoppa. 5, niet verkeerd. Nou, Noël, let's go. Oeh, Noël die gaat met de putter. Maar het is daar nog wel een beetje hoog gras. Ik hoop dat hij weet wat hij doet. Nou, dat is niet verkeerd. Is het normaal dat een auto door het bos rijdt daar? Wat gebeurt hier? Er zit een auto te scheuren, joh. Wat voor hier, wat is hij aan het doen met het gras? Hij raakt ook allemaal takken en zo, wat de heck. Oh my god, wat een gast. Iedereen zit hem ook aan te kijken van wat gebeurt hier. Oké, kom op Noël. Een beetje afleiding, maar goed. Ah, die ligt er mooi bij. Hoppa, een 5'ie. Thijs heeft nog maar 2 slagen. Kom op, ga voor die 4. Oh. Thijs. Wat ben je aan het doen? Gaat hij nu voor de 7? Ja. Kom op, Thijs. Yes. Dan ga ik voor de 3. Nee, joh! Oh! Kiek hem gaan! Let's go! Ja, dit is wel echt heel knap hoor. Dit was echt wel heel knap. In één keertje, ja. Wel dan. Ja, dit was echt netjes. Ja, echt netjes. Ik wilde dus nog zo graag eentje in de 2 en de 3. Ik zei, dat moet toch lukken bij je man. Hoppakee. Oké, okay, we gaan door naar nummer 4. Die is goed hoor. Oh, niet in de zandbak. Ja. Ah, maakt niet uit. De zandbak ligt wel naast de vlag. Ja. Ja, dat is waar. Ja. Dus ja. Oh! Oh! Netjes hoor. Krijgen jullie ook tranenoogjes van die koude wind? Ja, af en toe ook ja. Ik voel alsof ik moet huilen. Ja, het is ook een mooi moment dit, weet je wel. Ja, we zijn hier met z'n allen bij elkaar gekomen op de golven en ja, nee, ik wou zeggen, allemaal gewoon stuk voor stuk ook Damien, dat hij dan toch bij is. Dan kijk ik nu binnen die traan toch echt te komen, want ik heb ook een traan. Ja, weet je wel, ga maar gewoon door. Sorry, ik wil niet te veel. Zo! Echt in het zand. Ja, ook in het zand. Dat is niet verkeerd, daar lig ik ook. Dat was wel een mooie slag weer hoor. Even, mag gezegd worden. Zeker. Kom op, Thijs. Kom op, man. Ja, en ik ga zeggen. Ja. Ik ben wel van de heuveltjes vandaag. Hij slaat hem wel weer lekker hoor. Nou, maar weer nog. Jezus. Hey, dat is een afleiding, hè? Dat is wel een sound effect. Klein hopje.
Oh, nee. Zo lekker. Oké, okay, zo sla je hem uit het zand. Oh. Ja, het is lullig. Ik vond het even leuk, maar ja, we doen die van hem op dezelfde plek als die van mij. Het telt voor dezelfde punten. En dat deel 2 is aan. Kijk eens even. Mooi. Okay. Het ligt ernaast. Ja, mooi. Kijk, die is gewoon mooi, hoor. Is niet te hard. Nee, dit is gewoon mooi. Dan maak ik het pittig. Mooi, bro. Oh! Oh! Lekker, hoor. Ja, pa, hij is ben ik tevreden. Hoppa. Oh! Nee, joh. Oh, die was zo dichtbij. Nou, last one. Nou, voor 4. Die van ver raak ik bijna, die van dichtbij. Maar... Nou, deze wel. Hoppa! 5. Noël die heeft nog maar 1 slag. Dat doet hij echt super netjes. Dus hij gaat nu voor de 2e. Ik hoop dat dit hem wordt. Zou heel ziek zijn. Want het record staat nu op 3. Nou, je bent ietsjes dichterbij. Oh! Ja, dit doet pijn. Oei. Zit er weer niet in, hè? Let's go! Hey, lekker dan. Lekker. Maya gaat nu voor de 4. 4x4, het zou te mooi zijn. Nou, gaat er goed heen, hoor. Hoppa! 5, ook 5, lekker. Ook 5? Ja. Hij is niet heel ver, hè? Oeh. Maar hij is daar best mossig. Hij lag in 1 keer stil. Het was gewoon plof. Ah, hij is toch aardig in de buurt. Precies, Noël. Noël die pakt serieus aan, hè? Doet even een oefenslag. Oh, netjes hoor, op het pad. Nou Damien, net zo mooi als de vorige. Oh, oh wat een prachtige. Wow. Die is echt puur gelukkig. Die was zo mooi. En nu ben ik. Kom op Thijs joh, niks aan het handje. Kan iemand hem aangeven? Dat is mooi. Oh, mooi. Hij loopt ook elke keer meteen weg, hè. Netjes, hoor. Ja, maar hij heeft gewoon eigen balletje in de zak, hoor. Ja, wij allemaal, hè. Dat is het lievelingszakje. Ik heb ook nog een reserve. Oh, kijk eens. Oei. Moet je kijken hoe ligt erin ligt. Ja. Zie je dat? Succes. Nou, dan ga ik het proberen eruit te slaan. Oh. Wow. Oh, hij ligt er wel naast. Dat was lekker. Ik zag veel vliegen. Zo. Niet normaal. Ja, hij ligt meteen dood omdat hij zo mossig is. Dit is hem, hè? Ja, ik zal hem gelijk doen. Putter. Puttertje erbij. Nee, joh. Ah, hij ligt in de buurt. Ja, dat is prima. Dat is een beetje af, hè? Ja, moeilijk. Nou, voor nummertje 5. Mooi zijn, 5 en 5. Ja, hoor. Oh, ja! En geen grotere. Ongelooflijk. Ik heb een edit. Hey, lekker raadje. Hey. 5x5. Ongelooflijk. Ja, 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 ja. Je hoort een hele moeilijke. Maakt niet uit. Oh, yo. Ja. Wat? Op naar de sterren en daar voorbij. Wow. Hij ligt gewoon in het vlag. Ja, dat is niet normaal. Let's go. Daar is die vlag. Hij gooit hem gewoon inderdaad in de green. Boom. Let's go! Thijs ook nog van, oh my god, wie dit goed doet, er is zoveel respect. Kijk hoe hij mij naait! Boy, yo, hey, flik op! Oh, weet je hoe hard zo'n balletje is? Deze vlag was zo goed! Zo praat ik helemaal niet, man. Wat doe jij? Deze man is fat, hoor. Nee, maar jij doet af en toe toch zo'n stemmetje. Zo van, heb ik deze nog zo gezegd? Ja, maar ik praatte net gewoon normaal. Dan maak je er een stemmetje van. Dat was wel leuk. Oké, nou, Noël. Oh ja, serieus. Ja. Hier ga ik straks kijken. Blauwe plek, ik weet het zeker. Oh, je gooit hem hard, jongen. Oké, let's go. Maakt niet uit. Oh my god. Hij slaat er bijna 2 keer in. Ja, oh my god. 3. Oh, ik wou die 2 zo graag. Oh, ziek. Maar dit is al knap. Oei, dankjewel. Lekker maatje. Oké. Okay. Ja. Let's go. Lekker hoor. Oh. Ik hem zo in. Hoppa. Mannen, kom bij elkaar. Oh, ik dacht geen antwoord, oké. Oké, Myron, die heeft hier de einduitslag van de pitch en put. Nummer 4 en nummer
nummer 3. Hij is 1 puntje verschil. Oh. 1 puntje. Ik gok zelf persoonlijk. Maar ja, dat ik op 3 sta. Maar we zijn met z'n vijven. 5 of 4, sorry. Oh. 5 en 4, 1 puntje verschil. En ten nadele van Thijs. Oei. Kut. Ja, ik kwam me later wel lekker in. Ik denk als we nog 1 of meer gespeeld hadden... Dat denk ik ook. Thijs van mij gewonnen. Ik verlies altijd. Oké, wie staat er op 4? Ik was 4e. Oeh, hey, wel een mooi getal. Dat is spannend, ja. Hoor. Hey. Nummer 3 had 48. Nummer 2, 47. En nummer 1, 45. Oei, joh. 45, 47, 48. Wie op 3 nummer met 48? Nummer 3 is Noah. Hey. Yeah. Oké, Enzo en Damien. 47 en 45. 47 en 45. Oké. Okay. Jouw hand mag geen. Nou, jij ging op het laatst lekker, hoor. Ja, dat klopt, maar jij in het begin. Laatst heel lekker. Ja, jij ging op het laatst lekker. Maar Enzo heeft gewoon. Let's go! Lekker, hoor. Ja, is het toch een beetje de ervaring van het golf. Ja, sportief, hoor. Sportief. Je hebt lekker gedaan, sportief, hoor. Damien. Dankjewel, lekker gedaan. Hé, hey, dankjewel, maatje. Ook, nou, gewoon... goed gedaan. Ik denk dat het dan goed is dat Damien en Enzo in ieder geval niet bij elkaar nee. Team zitten. Maar ik wil even iets zeggen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, dat zei ik dus ook al aan het begin. Dat zei mijn oma ook altijd. Ja. Mensen die verliezen, maar mijn oma die geweldig. Ja. Nee, maar het is wel zo dat het heel gezellig was. Ja, 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 nee. In het begin was het even zweten weer. Maar, uiteindelijk wel leuk. Oké, okay, we gaan nu klootschieten. Dat hebben we eerder gedaan. Maar deze keer ga ik even laten zien hoe het echt helemaal het hele plaatje in elkaar zit. Want het was echt leuk de vorige keer. Dat deden we met de eerste kerstdag. Ja. Met je ouders. Yes. Nu zonder ouders, maar wel met de kloot. In het zakkie. Klootzak, letterlijk een klootzak. Ja. Staat er ook op. Ja, ik verzin het niet. Kijk, klootzak. Oké, jij hebt dat nog nooit gedaan, Damien. Nee. Oké. Oké, dus Damien en ik die gaan tegen elkaar kiezen. Sowieso. Ja, wij mogen kiezen. Oké, okay, nou dan ga ik even hier zo staan. Dus maar, team knolpouwer hier. Eén team is dus met 3 en de andere is met ja. Mark. Ja, dus gaan we steen, papier, schaar wie het eerst mag kiezen. Ja? Steen, papier, schaar. Hoppa. Mag jij als eerst beginnen? My man. Thijsie? Ik weet niet of het een verstandige keuze is. Nee, sowieso niet. Ik ben best hier. Nee, weet Thijs was vorige keer wel een van de sterspelers. Ja, dat klopt. Dat zeg ik. En dat geef ik sowieso toe. Met 3 is. Oh, wacht even verkeer. Hallo. Hoi. Hey, Matty. Die ken je nog, hè? Ja, dat is maatje van mij. Ja, dan ga ik natuurlijk voor Myron. Yay! Gaan we voor de boy. Boy score! Maakt niet uit, hè. We got this. We got this. Kijk, weet je waarom het chill is? Dat Damien heeft gewonnen met steen, papier, schaar. Nu zijn wij met z'n tweeën en wij mogen veel vaker gooien nu. Ja, dat klopt. Ja, want wij wisselen gewoon elke keer af en zij moeten met z'n drieën. We beginnen meteen vanaf 4. Okay. En daar is een hele grote plas. Dus ik kan jullie alvast een tip geven. Dat daar kan je het beste overheen gooien. Ja, maar daar gooi je de eerste keer nog niet in, kan ik je vertellen. Nee, de eerste keer... Nou... Nee. Oeh, de eerste die vanaf hier in die plas gooit. Wauw. Maar de captains mogen beginnen. Damien, let's go. Ja, jullie moeten wel even wassen. Onderhands. Ja. Gooien. Ja. En die mensen die staan daar nog wel goed. Ja, die staan nu nog veilig, want zo ver gooi je niet. Je denkt dat je heel ver komt, maar dat valt echt tegen. Je mag over de grond, maar je mag hem ook gewoon hoog gooien. Maar hij moet in ieder geval onderhands. Kijk, die is in het veld. Die zien we nog, die zien we nog. Nou, we zien hem nog wel. Ja, nu jij. Kom op, kom op. Het. Kom op. Ja. Die is veel verder. Lekker. Hoppakee, die rolt echt ver. Oh, hij rolt nog steeds, hè? Yes! Yes! Dat was een goeie. Maar dat is wel echt een dingetje. Eerder, de vorige keer dus, toen dacht ik dat het dus was dat je zo hoog mogelijk moest gooien. Maar je moet rollen. Dat is echt de tactiek. Dat deed ik nu ook, zoveel mogelijk rollen. Want als je omhoog gooit, die kloot is best wel zwaar. Dus dan maakt hij een gat in de grond en remt hij heel veel af. Ja. Dus je moet echt veel rollen. Maar daar is Thijs ook achter gekomen, dus we moeten oppassen. Even belangrijk nog, wat is onze teamnaam? Knolpouwer. Dat dacht ik ook al. Wat is jullie team Knolpouwer. Meniscus. Ik dacht de 3 musketeers, maar goed. Nee, meniscus. De 3 meniscussen. Meniscus. Jongens, wat zal ik doen? Er ligt wel een plasje. Ja. Ik wil wel even wat afspreken. Mag. Je mag een lijn en dan ga je niet overheen. Zo. Namelijk net bij ik heb nu agressie. Let op, ik heb nu veel agressie.
Oei, yo. In de plas, denk ik. Tegen onze. Ja. Oh. En dan? Is hij gerend? Nee, maar dan is hij gerend. Rentje zei dat er iets was. Ja. Dat was een grap. Ja, dat was een grap. Ja, Treintje is de moeder van Maiwen. Die zei de vorige keer dat je daar extra punten voor kreeg als je de andere bal raakte. Maar dat was een grapje van Treintje. Treintje was een grap. Dus, ja. Wij liggen nog op. Hij ligt helemaal onder de shit. Je mag hem niet schoonmaken, dat is regel. Maar dat ben ik. Ja, jij bent. Ja, sorry. Maar ik mag hem in de plas wel schoonmaken. Maar we hebben wel goed gegooid. Ja, je moet over die plas. Als je maar over die plas gaat. Ja, de puntentelling, hoe dat precies werkt, is als volgt. Damien heeft als eerste gegooid. Daarna gooide ik verder dan Damien. En daarna gooide Thijs verder dan wij. Als Maiwen nu gooit en de volgende gooit niet verder dan onze bal, dan krijg je een streepje. Zo gaat het, toch? Elke keer dat je gooit een streepje. Maar als jouwe voor die van, dus achter die van ons ligt, dan moet je dus eerder beginnen. Dus heb je nog een streepje? Dus heb je nog een streepje. Ah, zo werkt dat. En uiteindelijk met de meeste punten die verliest. Dus dat. Het is toch moeilijk, denk ik, om over die plas heen te gooien. Nee, dat kan je wel. Oké, kom op, Maiwen. Over die plas heen. Maar wel recht vooruit gooien. Zo. Ja, lekker. Lekker, Maiwen. Hoppakee. Prima. Perfect. Oh, dag, Saai. Daar gaat Noël. 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 Ja, ik wil niet dat hij bij mijn ballen doet, maar... Ga je over de plas gooien? Ja, sowieso. Oké, okay, nou, laat me zien dan. Wat? Ja, over die plas toch? Ja. Ja, lekker maatje. Ja, nu hebben zij, omdat ze dus niet verder dan mij en Maiwen hebben gegooid, hebben zij dus een extra streepje. Want elke keer als je gooit, krijg je een streepje. Dus dit is gunstig voor ons. Want degene die het minst ver ligt, die moet nog een keer gooien. Dus nu staan wij zeg maar al één punt voor. Ook al gaan we voor de minste punten, snap je? Ja, dat is een beetje de bedoeling. Thijs vraagt nu al of hij kan wisselen van teams. Kregen wij erbij. Hij zegt, ik heb Noël allemaal niet gekozen. Die kregen gewoon erbij. Oh, arme Noël. Nee, Noël die maakt het straks goed hoor. Die, we moesten vorige keer ook even inkomen. Is het belangrijker dan winnen. Nou, kom op Damien. Zo. Hoi. Hey, liet je nou een scheet toen je gooide? Nee. Ik hoorde... Hé, hey, maar pas op. Ik moet gooien. Er komt hier voor Team Knolpower. Nou, toch wel netjes hoor. Tevreden? Ja, ik ben zeer tevreden. Hij gaat lekker over het paadje. Super. Thijs is echt goed hierin. Zo, kijk dan. Wow. Dit is niet normaal. Ja, dit is echt niet normaal. Komen, hè? Kom op, Maiwen. Ja, want als Maiwen nu niet verder gooit, dan moeten wij weer gooien. Dus dan staan we weer gelijk. Oh, dit is wel echt ver. Maar gewoon goed over de grond rollen, komt het helemaal goed. Maar ik ben wel eens benieuwd of we ook professionele klootschieters zijn. Ik denk het wel. Ja, ik sta hier. Oké, okay, Maiwen. Ja, die gaat er voorbij, hoor. Die gaat er voorbij. Ja, lekker. Dus die van Thijs was wel echt ziek goed, hoor. Ja, dat is niet normaal. Oké, okay, Noël, je hebt wat goed te maken volgens je andere teamgenoten. Voor jullie, guys. Kijk, dat is heel sterk. We gaan met de bocht mee. Ja, ja, netjes hoor. Gaat ie. Hij moet gewoon voorbij, die. Dat is het belangrijkste voor nu. Dat gaat gebeuren. Oh ja, 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 het bochtje. Oh. God, die is goed, hoor. Lekker. Nog steeds. Woo! Let's go! Oeh, die is ook mooi. Kom op, Maiwen. Soepel, maar hard, hè? Juist. En het paadje volgen. Hoppa. Ja, dat gaat goed, hoor. Lekker. Nee, maar zolang die elke keer maar verder is als de ander. Kijk, dat is wat je een beetje wil bereiken elke keer. Je wilt hem elke keer verder gooien dan de andere bal. Dan zit je gewoon lekker erin. Oké, we gaan echt lekker, hoor, Maiwen. We gaan echt super lekker. Team Knolpower. Woo! Team Knolpower naar de top. Woo! Let's go. Oké, één ding. Of nee, twee dingen. Eén plas, twee plas. Ja. Oké, okay, ga er langs gooien? Ja. Doe maar dan. Of toch niet? In de... Oh, lekker! Ja, hij is wel er voorbij. Hij rolde in de plas, maar hij ging er doorheen. Dat was niet de bedoeling, maar hij had er langs gemoeten. Maakt niet uit, ik ben trots op je. Nou, de bal schoon. Ja, de bal schoon is. Dat wel, ja. En het is fijn, hè, als je kloot schoon is. Die Thijs heeft een tactiek, hoor. Je hand boven de andere. Rennen. Kijk dan hoe ver die gaat van hem altijd. Ja, dit is echt jouw ding. Dit vind ik echt leuk ook. Ja, is wel zo. Toen wij de eerste keer klaar waren met klootschieten, heeft Thijs nog wel 10 keer gezegd hoe leuk hij het vond. Ook gewoon omdat je weer buiten bent. Lekker in de natuur, frisse neus. We zijn vandaag echt de hele dag buiten. Netje vibes. Ja, we zijn de hele dag buiten. Super chill.
Hoppakee, die gaat nog even door. Ja, die gaat er flink langs. Lekker gedaan hoor. Keurig. Hoppa. Handjes even afklappen. Hoppa. Ja, deze guy heeft ook armen, jongen. Gaan we wel voorbij, let's go. Zo, wat een slag. Ja, tegen die van ons. Ja. Oh. Je bent er wel voorbij. Maar moet je nagaan hoe ver je gooit en hoe hard dat nog klonk. Zo. Oh, maar nou is het spannend of je er voorbij is. Ja, hij is er wel voorbij. Ja, hij is er wel voorbij. Hij schoot dat naar voren. Meestal is Noël die zo'n actie doet, maar hier ligt hij van ons en daar knalde hij dus keihard tegenaan. Maar echt, nou ik denk een metertje als je zo kijkt zo. Ja. Een metertje verder. Maar dat is de bedoeling. Jij bent. Oké. Okay. Zo. Ik zie hem niet meer. Hoppakee. Ja, die gaat lekker weer hoor. Zo. Hoppakee. Ook mooi hè, hoe we dan allemaal zo aan het kijken. Ja. Hij is echt heel ver deze. Nice. Nice. Gaat lekker. Kijk nou eens eventjes hoe relaxed het is. Kijk hoeveel groen, gras, bos. Ongelooflijk. Zo ontzettend relaxed. Oké, we gaan echt lekker hoor. Ongelooflijk. En het is helemaal niet zo heel erg koud. Vanmiddag tijdens het pitch en put, toen was het echt veel kouder, maar nu valt het echt mee. We zijn nu ook wel iets meer in beweging. Dat ja, nu bewegen we meer, dat klopt. Nou, moet jij weer? Ja. Die van hun ligt hier, dus je kan wel verder gooien sowieso. Ja. Ja, netjes hoor. Team Meniscus. Meniscus, kus. Wij zijn de best. Let's go. Zo. Lange slingert. Oh, die gaat heel ver. Hoppakee. Oei, oei, oei. Yes, yes. Ja? Oh, tegen die van ons. Welke is van ons nu? Die van ons is rechts, dus ik heb het helemaal verpest. Echt? Ik zei nog, moet ik oppassen dat ik niet tegen die van hem aan gooi. En ik keek waar zijn bal lag. En je moet nooit kijken waar je niet heen wil. Nee, klopt. Deze keer hielp ik hun enorm. Ja. Want die bal van hun rolde veel verder doordat ik er keihard achterop klapte. Shit. Dus nou, dan moet jij het ook goed maken. Oh ja, ikke. Maar deze afstand red je wel. Ja. Een klein stukje. Maar zo kan het dus ook gaan. Yup. Hey, hadden jullie even geluk mee, hè? Team Meniscus. Ja, zijn we blij mee. Bedankt. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Sportief setje. Ja, jij kan het ook. Hoppakee. Damien doet zijn jasje even uit. Vind ik opvallend. Heb ik nog nooit Damien zien doen. Dus, ja. Ik denk dat als jij trapt, dat je ook wel ver komt. Met zo'n... Ja. Ja. Moeten we daar rechts of naar links? Zo aanloop je wel, hoor. Moeten we daar rechts of naar links? Denk je daar echt dat hij zo ver gaat gooien? Ja. Zo, wat is... Wow! Zo! Nee, hij rent af. Nee, hij is terug. Bij Damien lijkt het wel een stuitenbal. Jezus. We hebben hier te maken, dames en heren, met een situatie dat hij in de sloot ligt. Ga jij? Ja, dan nu met je lange bovenlichaam. Helemaal bukken. Misschien scheur je een meniscus uit. Hoppa. Maar goed, wij liggen daar, dus Maaiman, jij mag weer. Let's go. Oh, dit is een mooi paadje hoor. Kijk nou hoe breed deze paadjes zijn. Boom! Wat een sweep het. Netjes. Oh. Ja, dan gaat toch de jasje weer van. Netjes. Och, alweer. Weer een jasje, jeetje. Serious business. Jongen, jongen, jongen. Gooi maar naar de auto dan. Ja, we doen een veel groter rondje dan de vorige keer met de eerste kerstdag. Maar we moeten wel een beetje door. Wow! Gast! Niet normaal. Jezus, hij neemt de... Oh, ja, hij gaat gewoon door. Door, zelfs dat hij in de plas komt. Ja, het is op dit moment 4:30, dus het begint al een klein beetje te schemeren. Dus we moeten een beetje doorzetten, want we hebben nog best wel een stuk te gaan. We zijn denk ik wel over de helft, toch Marjo? Ja, zo blijven gooien. Ja, we zijn wel over de helft. Nou, even snel doorgooien met die ballen. En het wordt serieus nog spannend. Op het begin gingen we echt te gek, Marjo en ik. Maar nu hebben ze wel echt een zieke comeback hoor. Een paar keer even slecht gegooid. Oh, ik zie wel een plasje links, plasje rechts. Ja, ik zie een plasje links, plasje rechts. Ik denk dat ik hem eroverheen ga gooien. Dat kan jij. Tussendoor weg, hè? Je kan rollen, ja. Kijk. Hoppa! Ja, hij gaat er langs. Hoppakee. Dit is wel een van mijn beste gooien, denk ik. Dit was een goeie. Die was keurig. Hij ging echt hoog en ver. Toppertje. Oh. Als het brilletje opgaat, dan... Die meniscus. Oh, joi. Hij is wel daar, hè? Ha! Hoe? Nou. Hij rolt nog. Nee, die van ons is verder! Yes. Dat is weer een extra streepje voor jullie. Balen! Oh, ik zat er zo lekker in. Hè. Ik pakte iets mee aan de zijkant. Ja, een plasje water. Ja, jongens, sorry. Maakt niet uit. Maar het is serieus knap dat hij gewoon geen eens aantikte, want je hoorde geen knal. Nee, hij lag echt daar stil. Ziek. Komt-ie.
Hoppakee. Ja. Dat was hem. Netjes. Ik ben benieuwd. Ook al zie ik het wel goed in, hoor. Mooi zo. Ik ga nog niks zeggen. Nou, op het begin gingen we gewoon als een jekko. Toen hebben we veel ingehaald, inderdaad. Ja. Hoppakee. Nou. Lekker, hoor. Leuk spel. Leuk, jongens. Lekker gedaan. Nou, ga ik even de puntentelling doen. Ja, Marion doet de puntentelling weer, dus ben benieuwd. Auto, pas op, pas op. Het is ook perfecte timing, als je, zoals jullie zien. Het wordt aardig donker en het begint ook te regenen. Dus echt, beter dan dit kon het niet. Oké, okay, 2 puntjes verschil. Oh. Ja! 2 puntjes. Oi, oi, oi. De echte knolpowers hebben gewonnen! Met hoppa! Yay! Oh, gewonnen. We hebben gewoon gewonnen. Ongelooflijk, hè? Hebben we lekker gedaan. Met 2 puntjes, dat valt echt mee, hoor. Ja, want hoeveel punten in totaal? Wij 53, zijn 55. Zo. Maar op een gegeven moment stonden wij 5 punten voor. Dus we zijn aan het einde nog wel 3 punten verloren. Ja, op het einde moesten we alleen maar rechtdoor over het gras. Dus kwam het puur op kracht aan. Ja. En Damien en Thijs gooien echt heel ver. Jij ook, en dan ik niet zo. En jij een beetje met Noël ongeveer gelijk. Precies. Dus, maar goed, we hebben het netjes gedaan. Maar sportief, dat is ons feliciteren. Zeker, echt, hè? Oké, okay, we gaan naar het huisje. Het is tijd voor avondeten. Hey, zoek eruit, hè. Hey, later, jongens. Yo. Nou, jongens, smaak. Oh, mijn buik. Oké, okay, we hebben allemaal eten hier zo. Als het goed is heb ik hier carpaccio. Nee. Oh, wat is dit dan? Oh, dat is mijn schnitzel. Hier, is dit een carpaccio? Oh, nice. Maar ik zou eerst een schnitzel eten en die carpaccio is koud namelijk. Oh, dat is wel een goede tip. Oké, okay, dan ga ik eerst een schnitzel eten. Kijk dan. Hoppa. Beetje citroen eroverheen. Mm. Oeh, look at the juice, look at the juice. En dan hebben we hier hebben we nog een... Veel serieus in de bakken. Oh my god. Ik deed het overheen. Ik gooide het naar achter. En gooi in de wasbak. Wow. En gisteren ook al gek trick gedaan. En ook al golven ging super goed. Ik bedoel pitch en poet. Poel, zoiets. Oké, okay, dan gaan we dit eten met lekkere champignon roomsaus. Maar ik moest ook keihard lachen op het begin, omdat ik weer aan het terugblikken was. Even in mijn hoofd. aan het moment dat ik Thijs nadeed. Je hebt ook zo'n brein die nog soms ineens denkt aan dingen die eerder op de dag gebeurd zijn. Ja, maar wil jij mij eens filmen, Marjan? Want dan trek ik even mijn broek uit. Wacht, wacht. Oh ja, die bal natuurlijk. Ja, laat zien hoe erg die plek van die bal is. Hier. Zo, dat is wel een joekel. Ja, dat is gewoon het wordt alleen maar blauwer. Ja. Een rare setting, hè? Ja. Nou, dat is smakelijk. Nee, maar dat is gewoon... Karma. Het is gewoon grappig. Karma, ja. Het is gewoon grappig. Karma. Nou, gaan we eens even kijken. Dat was zo mooi, hè? Altijd met dingen verdraaien en ergens maken. Nee, helemaal niet. Je hebt gewoon af en toe van die trekjes dat je in één keer van die stemmetjes opzet. Dat is gewoon niet zo erg. Jawel, jawel. Hij stikt gewoon in. Het was zoiets van, zo, als je deze goed doet, dan krijg je echt respect. Zoiets denk jij. Zo niet zo. Ja, heb je dat gefilmd, dat hij dat zei? Nee, natuurlijk heeft hij dat niet gefilmd. Nee, ik had dat niet gefilmd, maar zo ging alleen het wel. Alleen als hij mij nadoet. Dus van, zo, maar als iemand deze goed krijgt, krijgt hij me echt zoveel respect. Nee, maar zo zei hij dat op zo'n manier. Ja, klopt zo. Ja, zie je? Ik weet wel wat hij bedoelt. Ja, zie je? Je weet wel meteen. Maar heb je wel vaker gegolfd? Ja, niet iedere dag. Maar ik heb een vraag. Niet dagelijks. Ben jij dan bijvoorbeeld niet grappig dat je kipnuggets besteld? Met vrienden. Kipnuggets, kibbeling. Nou, laat maar. Nee, kibbeling. We zijn Jad C aan het doen. Wat hier gebeurt, dit heeft Noël net gegooid. 5-4. 5-4, ik raak ook helemaal in de war. 5-1 heeft hij gegooid, dat is Jad C. En serieus, hoe vaak heb jij nu in totaal gegooid? 4 keer. 4 keer. En hoeveel Jad C heb jij? 3 keer. Het is niet normaal. We hebben hier het scorebord. Ja, 4 keer Jad C. 5 keer gegooid. 4 keer Jad C. Oh ja, 4 keer Jad C al. 4 keer Jad C van de 5 keer. Nou, dames en heren, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik heb dit nog nooit gezien. Van de 5 keer gooit hij 4 keer Jad C. Dat is geen grap. Het is jammer dat het niet op film staat, maar denk je dat er wereldkampioenschappen zijn, Jad C? Nou, ga proberen zo goed mogelijk te gooien. Dan kijken we wat voor punten je hebt op het einde. Misschien heb je wel inderdaad dichtbij wereldrecord. Ja. Bij de eerste Jad C kreeg je 50 punten. Dan bij de tweede kreeg je 100 erbij. Dan de derde 100 erbij. Vierde 100 erbij. Dus hij heeft nu, even kijken, 4 Jad C's. 350 heeft hij dan nu. 350, ja. Met alleen Jad C. Ja. Hoe is het mogelijk? Hij heeft 350 en hij heeft bij de tweetjes heeft hij
hij 8. Dat is het enige wat hij heeft. Je moet proberen dadelijk, jouw totale score is dadelijk hoger dan ons drie bij elkaar, let op. Ja, dat zou echt ziek zijn. Ik denk het ook, ja. Oké, nu is Damien, die gaat ook even laten zien hoe die Yatzee gooit. Nou, ik vind het gewoon bijna eng, hè. Hoe kan dat? Hoe doe je dat? Ja, 4 van de 5 keer. Nou, kijk, hij gooit even 2, 2, 4, 4 en 6. Hij gaat voor de 4'tjes. Dat is echt niet. Oh, ja hoor. 4, 4, 4. 5 had je. Ja, maar we moeten even voor de camera moeten proberen dat kijk, daar komt hij. Oh, wel een mooie score hoor, dit. Dat wel. Doen we 3 viertjes. Wel, de stralen in de die dat schreef. Myron heeft 4 vijven. En nu de 5e. Dit moet een 5 zijn. Oké, Noël. Hij heeft hier 4 vieren. Hij moet nog eentje voor de Yatzee. Wat? Dit bedoel ik! Dit is zijn 5e Yatzee! Deze guy wordt gewoon 5 keer Yatzee. Maar hij gaat bijna huilen, zo eng vindt ze het. Ik vind het echt eng. Hoe kan dat? Doe die kansberekening, hoe dat kan. De kansberekening is 0. Als je 18 wordt, moet je de Postco loterij kopen. 100 met Yatzee. Ja, en dan zullen we 50-50 afspreken? Nee, maar dit is gast, dit is niet normaal. Dit is jouw 5e Yatzee. Ja, ik ga je ook battle. Marion en Thijs gaan heel slecht op, maar bro, ik vind het lekker, man! Lekker, maat! Tuurlijk is het lekker, gruwelijk. Maar het is gewoon even niet te beseffen, maar 5 keer dat zin. Jullie zien het nu live, hè? Dit is niet gespeeld, niks. Nee. Dit is echt ongekend. Ik denk dat de loterij weer een grotere kans is. Ja, de loterij had ik gezien was 0,000016. Ja, dit is gewoon 0,000000003. Zo, over geluk gesproken, hè? In één rol is al 0,08. Dat is een Yatzee. Eén Yatzee. Eén Yatzee is 0,08. Dus in één gooi. In één gooi. Met 3 rollen is het 3,43%, maar dat is één Yatzee. Ja, maar 5. Ja, en jij hebt ook nog eens 1 keer een Yatzee gehad met 2 keer gooien. En de rest heb je allemaal met 3 keer gooien. Het is echt niet normaal, we zijn er allemaal stil van. Ja, helemaal in shock gewoon. Alsof ik hem opnieuw een jas of een iPhone geef. Hij is helemaal stil, helemaal in shock. Echt ziek. Hoe dan? Wat? Kijk die score van... ik ga geen film meer. Ongekend. Damien, jij bent. Maar eigenlijk bij de eerste Yatzee hadden we al zoiets van... Oh my god, daar gaat Noël weer. Bij de tweede Yatzee hadden we zoiets van... Ja, Noël heeft al gewonnen. Maar we zeiden allemaal van... We moeten gewoon doorspelen, want we willen gewoon weten wat voor score Noël gaat halen. Maar dat hij 5 Yatzees zou gooien, hadden we nooit verwacht. Niet normaal. Dat is echt niet normaal. 3 vieren. Dat is alleen maar stress. Ja, ik kan toch niks doen. Ik hoef alleen maar geen gek in een bakje te schudden. Gek in een bakje te schudden. Oh my god. Nee, rot op. Als hij nu weer had zeggen. Als je hem nu wil, je bent weg. Ik ben weg. 5 is al niet normaal, gast. Hij gaat nu voor zijn 6e. Dit kan serieus. Dit kan niet. Als hij nou nog steeds gooit. Ik ben echt zo dan. Ik hoop van niet. Nee, oh my god. Ik wil helemaal lijpen. Een 3, oh my god. Gast, dit is niet normaal, hè? Je doet het zo goed. Het enige wat jij nodig hebt zijn nog 5. Ja, nog 5. Oké? Okay? Ja, oh my god, kijk wat die gooit, die man. Dit is niet normaal. Ja, voor de 5. Ik heb een perfectje aan de Hoi, hoppa, nou gooi je Yatzeetje maar. De 6e, knal hem eruit. Nee. Ik heb gewoon 4 keer. Oh, hij gooit wel even 4 5 weer. Zijn score, even serieus, zijn score. 20. Ik ga nou kijken. Oké, ik ga dit berekenen. Dat is maximaal ook dan. Ja, ik denk dat het niet normaal is. Ik ga de score berekenen. Wij gaan ons score voor de grap berekenen. Ik moet zeggen dat het tussen de 3e en de 4e super spannend was. Oh, dat vind ik ook heel spannend om te horen. Dat gaat tussen Myron en Damien. Eén van jullie heeft 165 en één van jullie heeft 162. Nou, niet normaal. Jij vindt het ook spannend, hè? Myron, die is 4e. Die heeft 162. Bedankt. Damien heeft 165 en is 3e. Ik kan jullie vertellen dat de 2e plek... Met 184 punten, dat ben ik. En Noël heeft bijna 2 keer zoveel punten als bij ons alle 3 bij elkaar. Ik had 184, jij hebt bij elkaar 724. What the fuck? 724.
Bro. Oh shit. Dat is gewoon bijna twee keer zoveel als wij drie bij elkaar. 724 met 5 Yatzees. Wat een geluk. En? Wat een geluk. Respect, man. Ook nog van dat hele rijtje heeft hij niks hoeven door te strepen. Hij heeft alles gegooid. Alles. En bijna het hoogste wat kan ook gewoon. Met 25. 724 punten. 5 Yatzees. 5 Yatzees staat gelijk voor 450 punten. Als je eentje gooit 50, alle Yatzees die je dan gooit 100 erbij. Ja, klopt. Dat is niet normaal. Lekker bro. Ziek. Nee, even goeie. Alleen jouw Yatzees zijn wel hoger dan onze scores bij Kalfenstein. Ja, 1, 2 Yatzees was al beter. Ja, zijn Yatzees zijn bijna meer dan wat wij drie bij elkaar hebben. Moet je nagaan. Ja, niet normaal. We gaan alle spelletjes doen. Ja. Wie wil je bedanken? Ja. Zo, en zo voor het erin doen van de dobbelstenen. En dit park voor de dobbelstenen. Oh ja. Ja, dat gebeurt allemaal in het landbouwpark hier. Nee. Ja, kijk weer wat hij nu gooit. Ja, hier, ga door. Ja, gooi 3-5. Dit is niet normaal hoor, wat hij doet. In twee keer! Nee, dit is niet normaal! Ik hoor jullie flippen, ik denk nee! In twee keer op film! Op film! Oh my god! What the fuck, je weet ook niet hoe je moet reageren! Gooi nog een keer! Bestaat magie? Ja, nee, nu weet ik het. Oké, komt, film dit! Oh, 1, 2, 3, 4! Oh, dat is ook goed. Welkom bij de show van Noël. Dit is niet normaal, zeggen. Bro. Dit wil op film, hè. Op film. Oh my god! Dan gaan we echt naar huis. Oké, serieus. Ja, nu gaan we. We pakken ons vliegtuig. Landal, bedankt voor de dagen, maar wij gaan dan echt naar huis. Ik zweer het je. Ja. Als dit echt zo is, dan is het hier haunted. Ja, ik wil hier gewoon blijven. Dan moet je niet gooien. Oh my god! Bro. Maar besef dat je dan weer dit gooit, hè? Bro, ik hield mijn hart vast daar, ik zag die 4. 4, 5. Oh my god. Bro, ik tril gewoon helemaal. Wil je nog een keertje of niet? What the fuck? Noël zei ja, prima, ik gooi nog wel een keer. 5. 5. Had je net ook. Hij gooit altijd wel twee dezelfde. Yeah. Altijd wel. Ik krijg zoveel kriebels. Kijk, hier komt hij weer. Kijk hoe hij gooit. Nee, niet doen. Maar twee dezelfde is bijna niet te doen. Oh, vijf. Dat is 5 bij elkaar. Dat is ook een soort van. Nee, we gaan niet dingen zoeken dan. Komt-ie. Kijk, doe ook zelfs als wat Noël doet. Kijk. Oh my god. Ja, ze is helemaal niet zo moeilijk. Snap je? Nee, precies. Doe jij. Gewoon voor in. Nee. Zie je hoe knap dat is? Oké, dames en heren. Dat was hem voor vandaag. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Wie heeft dit nu gedekt? Jij weer, Damien. Nee, nou is Marvin. Oh, nu is Marvin geweest. Marvin heeft de tafel al gedekt voor morgenochtend. Lekker ontbijten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even het abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Zie ik jullie morgen om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol Power.